De melding autobrand op vrijdag 8 mei in de ochtend riep bij mij een ander beeld op dan toen ik ter plekke kwam. Een vuilniswagen van Suez stond stil op de kruising Daliastraat en Jasmijnstraat in de Bilt. Bij navraag bleek dat het afval in de wagen was gaan branden. De chauffeur, zelf brandweerman, heeft zijn schuimblusser leeggespoten in de container en vervolgens de lading samengeperst, waardoor er direct nog maar weinig zuurstof in het afval zat. Vuur heeft dan geen kans meer. Vervolgens is een deel van de lading op straat gekiept, wat door de inmiddels aangekomen Biltse brandweer nageblust kon worden. Gemeente De Bilt mocht met een kraanwagen het gedumpte afval weer van de straat verwijderen.